gas innemen. Ja. Even over klimaat nog. En een van de grootste, ja, toch wel internationale sterren als het gaat om die internationale klimaatbeweging, Greta Thunberg. Zij ligt best wel onder vuur, hè, van afgelopen weekend. Ja. Die klimaatmars. Omdat zij toch tijdens het podium voor de klimaatmars aandacht vroeg voor, ja, de Palestijnse, ja, zaak. En veel mensen zeggen, die twee moet je niet met elkaar vermengen. Is zij wat u betreft nog een goede ster wat betreft deze klimaatbeweging? Ik vind het heel jammer dat ze dat doet. Omdat ik juist vond dat tot voor kort de klimaatbeweging niet politiek was. Hè. Dat had niks met links en rechts te maken. En zij trekt het nu heel erg in een politieke controverse. En ja, ik merkte dat zelf ook op het Museumplein in Amsterdam. Daar haken mensen af. En dat moeten we juist niet hebben. En ik zou zo graag willen dat iedereen zich druk maakt over het klimaat. En niet alleen maar één kant van het politieke spectrum. Nee, maar kan ze dan nog het gezicht zijn? Nou, ik vind het wel heel moeilijk, hoor, dat zij deze combinatie maakt. Dat maakt het voor mensen moeilijker om zich aan te sluiten. En dat is jammer. Ja, straks meer.